I'm just a face in the crowd. De gemeente Arnhem heeft meer dan 150.000 inwoners. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Vraag hun naar hun dromen, hun herinneringen, die soms mooi, soms verdrietig zijn. Ik ben op een bankje in Arnhem. Meneer, ik heb u uitgenodigd, want u liep te wandelen hier op Sonsbeek. En met wie heb ik het genoegen? Met Jos Jansen. U bent Jos Jansen? Ja. En komt u vaak hier op Sonsbeek? Valt wel mee de laatste jaren, maar vroeger heel vaak, want ik ben hier geboren, 100 meter afstand hier vandaan. 100 meter van Sonsbeek? Ja, de Burgemeestersplein. Oké. Okay. Dus ik ken het eigenlijk op mijn duimpje. Dat is wel een hele mooie speelplaats om hier op te groeien. Nou, het gekke is, als dit je begin is waar je gaat spelen, dan valt alles wat erna komt, valt eigenlijk tegen. Alles valt tegen daarna, ja. Nou, bij wijze van spreken, maar dit is natuurlijk een perfect park voor kinderen, maar voor iedereen. Het is een uniek stukje Arnhem. Ja, maar uniek stukje Nederland, denk ik zelfs. Ja, het is het mooiste park van Nederland geworden, hè? Sonsbeek. Dus, ja, een landschapspark, dus dat zie je niet vaak. Ja. En u bent dus hier opgegroeid? En waar vertoeft u nu? Nu vertoef ik op de Klarendalseweg. Oké. Okay. In de Modestraat. En hoe bevalt dat? Oh, uitstekend. Weet je wat het gekke is? Dat vragen vrienden wel eens van mij die mij van vroeger kenden. Waar woon je nu? Klarendalseweg. Dat is een naam. Eerst Burgemeestersplein. Ja, geboren. Was je een beetje op stand. Maar hè? Ik zeg dan het Poermens Burgemeestersplein. Want de huizen zijn eigenlijk ook heel mooi. Er zitten vaak van die oude huizen bij met glas- en loodramen. Veel huizen hebben een eigen karakteristiek nog. Dus niet een echte rijtjeshuis. En dat had Burgemeesterswijk ook. Ja, want wat doet u zo in het dagelijks leven? Verschillende dingen. Ik werk als geluidstechnicus regelmatig. Maar de laatste jaren ben ik vooral aan het werk met documentaires. En documentaires, waarvan maakt u documentaires dan? Over de oorlog tussen Nederland en Indonesië. En van al die documentaires die u gemaakt heeft, wat is dan het meest heftige wat u heeft meegemaakt daar? Wat u heeft gemaakt? Nou, wat de documentaires die maak ik samen met Martin van der Oever. En wat wij doen is eigenlijk, wij portretteren mensen, veteranen bijzonder. En we laten de mensen ook heel dichtbij zien. Maak echt een portret van henzelf en hun herinneringen aan die tijd. Welk verhaal dan? Kwam bij u het meeste binnen? Wat u heeft gemaakt? Nou, eigenlijk een verhaal. We hebben een documentaire gemaakt, een wat langere, voor het ministerie. Daar was een verhaal van een Arnhemmer. Die was midden, was echt iemand die echt op het front, aan het front vocht. Dus echt de harde plekken waar je echt moest vechten. En veel dood om je heen. En die schoot op een gegeven moment iemand in zijn knie. En toen die man opkeek, dacht hij zijn vader te zien. Hij was in Indonesië geboren. Het is ook een half Indonesië, half, ik geloof dat zijn vader Zwitser was. Nou, dat was wel heel heftig. Want dan merk je ineens van, bij die man kwam ook enorme emotie naar boven. Terwijl die het zei. En dan komt zo'n moment, je ziet het bijna voor je. Maar je wordt, als je zo'n gesprek hebt met iemand, dan word je wel heel erg één met die persoon op dat moment. Dat is wel onze bedoeling, ja. Kun je dat dan, als je thuis bent, goed van je af laten glijden? Meestal wel. Het was bij één persoon die... Die zat bij de commando's, laat ik het zo maar noemen. En die vertelde dingen. Dat ik denk van, nou, toen moest ik er... Het is één keer maar gebeurd, moest ik er s'nachts droomde ik erover. Maar verder kan ik het vrij goed loslaten. So she took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. En als u uw leven een cijfer mag geven, van 1 tot 10,
qua hoe gelukkig u bent? Of een cijfer zou het nu hebben? Nu of op dit moment? Nou, ik denk 7. Oh, dat is toch wel ruim voldoende, toch? Ja. Maar, dat maar is... u zegt het zo van... Ja, nou, nou. Het zijn moeilijke tijden nu. Ja? Ja, absoluut. Waarom? Nou, ik ben zelfstandig en ik ben qua werk afhankelijk van of subsidie van Defensie of kunstsubsidies. Ja, daar heeft de staat één grote stop op gezet, hè? Ja, dat is altijd denk ik het nadeel van een nieuw kabinet. Die willen dan even laten de spierballen laten zien. Dus die schrijven waarschijnlijk aan alle gemeentes en iedereen, alle organisaties van nou... Zero tolerance, niets meer uitgeven. Nou, dan straalt, dat merk je ook, dan is de schrik iedereen om het hart. Nou, dan, maar als je daarvan afhankelijk bent. En die 7, wat is het geluk daarin in die 7? Dit gaat niet goed, wat gaat wel goed? Ik denk het geluk is mijn kinderen, waar ik heel gelukkig mee ben. Misschien een optimistische aard, toch blijven houden. Hoeveel kinderen heeft u? 2 dochters. En verder uw leven, is het een fijn leven geweest? Heeft u een goed leven achter de rug? Ja, heel afwisselend leven. Ik heb altijd eigenlijk kunnen doen wat ik wilde. Maar het leven is dus wel lief geweest voor u? Niet altijd, maar ja, over het algemeen. Heel afwisselend. Wanneer was het niet altijd? Wat was niet fijn? Wat niet fijn was, niet hebben van een vriendin een langere tijd. Of, nou ja, dat soort liefdesgebied, laat ik het zo zeggen. Een beetje het alleen zijn. Ja. Iedereen heeft toch wel iemand nodig, hè? Absoluut, ja, dat is absoluut waar. Ik heb wel veel vrienden, maar op een gegeven moment... vrienden, vriendinnen. Maar op een gegeven moment gaan de mensen weer naar huis en dan ben je alleen thuis. Nou, dat kan soms... ja, dat voel je soms heel sterk. Dat je alleen bent. Ja. Ja, je wordt ook veel minder uitgenodigd als je alleen bent, voor mijn gevoel. Al die stelletjes met elkaar, ben je altijd alleen... Ja, nou, dus, gek dat ik misschien lach, maar er wordt zoveel gescheiden, dus er zijn zoveel mensen alleen, tussen aanhalingstekens. Dus dat heeft zich wel gecompenseerd, kun je zeggen. Nee. Maar u heeft wel uw maatje gevonden, u heeft nu een ik heb goede vrienden, zeker, en een paar hele goede vriendinnen. Ja. En ook een levenspartner? Nee. Nee. Oh, dus de moeder van uw kinderen? Ik ben gescheiden, ja. Oké. Okay. Ik heb wel goed contact met haar, maar ik ben wel gescheiden. Dat is dan wel weer triest. Ja, precies. Waarom is dat? Mag ik dat vragen? Waarom zijn jullie uit elkaar? Een van de zaken, of een van de punten was het hebben van een, of krijgen van een derde kind. En oh. Ik vond het goed, 2 kinderen. Ik voelde mijn vrijheid enorm beperkt worden. Vooral mijn werkvrijheid, ja. Laat ik het zo zeggen. Ik kwam eigenlijk heel moeilijk aan werken toe. Dus ik moest 's avonds werken tot midden in de nacht. En dan 's ochtends om weer vroeg op. En op een gegeven moment toen de jongste bij de kleuters zat. Toen dat was echt een bevrijding. Viel de last van mijn schouders. Ja, er is heel veel zorg. Want toen kon ik weer zoveel ochtenden, dus aanstekens in de week, kon ik weer werken. Gewoon overdag. Dus dan heb je al een heel gezin en dan loopt het spaak op nog de keus voor een derde kind, ja of nee? Onder andere, ja. Ja. Dat is ook schrijnend. Dat is, ja. Maar ja, zij kon het op dat moment niet loslaten. Dat idee. Dus ja. Is dat derde kind bij haar er dan wel gekomen? Is wel gekomen, ja. Ja? Ja. En
als je nou zo terugkijkt op het leven, wat is dan het vervelendste of het verdrietigste wat je hebt meegemaakt? Nou, de scheiding, denk ik. Ja, ik denk scheiding. Ja, zeker. Dat is wel het meest verdrietige. Want het is dan, je voelt een beetje je geamputeerd en je gezin is weg. Of, maar wat is dan het gevoel wat je daar... Nou ja, weet je wat het gek is? Het is een heel dubbel gevoel. Als ik net over vrijheid sprak, is het natuurlijk... Ja, dan is het... derde kind is het natuurlijk. Maar als ik al, wat ik net zei, blij ben dat op dat moment... Het jongste kind bij de kleuters zat, dat ik die vrijheid voelde. Nou, was dat daarvoor natuurlijk ook iets wat mij beknelde. Dus dat. Dus het was al voor de scheiding natuurlijk, het heeft een aanloop. En wat is het mooiste in uw leven wat u heeft meegemaakt? Ja, het is net als met scheiding, met de trouwerij. Was een leuk trouwerij? Ja, het was, nou ja, dat is een sprookje. Vertel. We zijn in Italië getrouwd. Ja? Ja, dat was... In Venetië? Nou, dat had gekund, maar... mijn ex-vrouw is een van een eenige tweeling. En haar zus, die woont in Italië, aan de Riviera. Dus zij had alles geregeld. Of heel veel geregeld. De officiële dingen zijn niet zo ingewikkeld hoor. Dus we hebben daar de hele dag eigenlijk alleen maar gegeten. Echt zo'n ouderwetse Italiaanse bruiloft met lange tafels en de hele lange familie. Lange tafel, smiddags om 12 uur als lunch. Nou, dat was echt 12 meter lang met enorm veel gerechten. En dan, mijn broer die vroeg ook, waarom heb je zo'n lange pauze tussen na de lunch en het avondeten? En toen, na de lunch, zei hij, ik snap waarom je die pauze hebt gehouden of ingecalculeerd. Dat was dus aan zee eigenlijk. En s'avonds hadden we een diner in de bergen. En als u nog één wens mag doen in uw leven, één ding komt uit, wat zou dat dan zijn? Een nieuwe liefde. Een nieuwe liefde? Ja. I'm just a face in the crowd. You probably don't know me as I don't stand.